En jij benoemde eerst jouw worst case scenario is zo'n Russische energieboycott. Hè? Dat heb je helemaal uitgelegd hoe dat zit. Maar dit lijkt me ook echt een nachtmerrie. Ja, je bent hier natuurlijk scenario's voor aan het maken. Ja. Nou, dat doen we dus. En of we maken onze systemen zo dat we extra systemen hebben. Eén systeem valt weg omdat het aangevallen is. En dan heb je een ander systeem wat je dan weer helpt. Reservesystemen. Dus dat hebben wij denk ik goed op orde. En omdat die multinationals ook zo goed georganiseerd zijn, heb ik dus vertrouwen dat de grote klappen er niet zullen komen. Maar kleinere effecten kan je wel degelijk meemaken als daar ineens een massale cyberaanval uit Rusland zou komen. Betreft natuurlijk de hele nationale economie. Hè? Dat is niet alleen een haven. Ik maak me zorgen over die haven. Ik ga over die haven. Maar het betreft natuurlijk alles. Het kan als betalingsverkeer zijn, kan telefonie zijn, kan energie zijn naar je huishouden. Dat kan natuurlijk heel veel effect hebben. Nou heb ik begrepen dat de Rotterdamse haven wil dat er een digitaal luchtafweergeschut tegen Russische aanvallen komt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, niets anders dan wat ik net schetste. Dat we zeg maar, voor de kritische systemen het zo hebben ontwikkeld dat we maximaal gesteld staan om aanvallen tegen te gaan. Dus dat je de professionaliteit, de systemen, de extra capaciteit in de systemen, de reservesystemen, de aanvallen op de systemen, dat je dat echt allemaal goed gecoördineerd, begeleid en paraat hebt voor elk aanval die eventueel zou kunnen komen. Maar ik heb eerder ook de kritiek gehoord dat het Nationaal Cybersecurity Center alleen bepaalde bedrijven informeert. Vooral de overheidsdiensten en vitale organisaties. Zou dat niet toch wat breder getrokken moeten worden? Nou, dat zou onze steun hebben. Dat hebben we ook verzocht aan het Nationale Centrum. Die mogen dat nu wettelijk niet. Dus hiervoor geldt, willen wij het kunnen delen, die informatie die wij krijgen van het Nationale Centrum, dan moeten die partijen lid zijn van onze organisatie, van het FERM. Dan kunnen we delen. Als ze niet lid zijn, dan mogen we het niet delen. Want je kunt natuurlijk ook voorstellen dat als bedrijven, je wilt natuurlijk ook alle informatie die het Nationale Centrum krijgt, wil je ook niet zomaar in de krant publiceren, want daar heeft de vijand potentieel weer wat aan. Dus daar zitten die afspraken ook binnen het FERM worden dan gemaakt. Ja, we moeten niet te naïef zijn om te denken, nou, we publiceren het op een website en iedereen kan er naar kijken en dan komt alles goed. Nee, want dan wordt het weer tegen je gebruikt. Vlak voor de oorlog waren grote hacks in de havens van Antwerpen, Duitsland, Brugge. Overleggen jullie als havenbazen ook internationaal? Absoluut. We overleggen met die havens die je net noemt, maar we hebben via onze digitale afdeling en mensen hebben overleg met de grote havens wereldwijd. Dus ook bij wijze van spreken in andere werelddelen. Om in te schatten wat die dreigingen zijn. En gelukkig is het zo dat we allemaal tegen dit soort dreigingen zijn. Daar speelt geen enkel concurrentiebesef of zo. Als wij iets meemaken, dan delen we dat met Antwerpen. Als Antwerpen iets meemaakt, dan delen ze dat met ons. Betreft ook de bedrijven. Bedrijven die getroffen worden, zijn daar vaak ook toch wel. Natuurlijk moeten ze hun eigen zaken op orde krijgen, maar zijn zeer welwillend om te delen met wat er gebeurd is, zodat anderen daar weer van kunnen profiteren om te voorkomen dat het ook hen overkomt. Oké, dus die gesprekken die zijn er wel. Iets anders is dat natuurlijk ook de haven in één keer militair kan worden. En dat de NAVO en Defensie eigenlijk de zaken over gaan nemen. Hoe worden daar de gesprekken over gevoerd? Nou, het is al lange tijd zo dat de NATO gebruik maakt van de Rotterdamse haven om producten, materieel van A naar B te verplaatsen. Mm-hmm. Je kunt je voorstellen dat er oefeningen plaatsvonden in de niet-oorlogstijd. Dat doen ze in meerdere havens. Het gebeurt ook via Vlissingen en dat zal ook via Antwerpen gebeuren. Dat gebeurt bij ons. Daar is in onze haven, grote haven, heel veel capaciteit. Maar stel dat de NATO zou zeggen, we hebben meer capaciteit nodig, dan is er ook een wetgeving waarbij de regering kan verordenen dat er extra capaciteit wordt vrijgemaakt. Dat het gewoon een militair gebied wordt. Dan krijgt het prioriteit. Hè? Want nu is het zo dat we het inplannen in de normale processen, maar dan zou het prioriteit krijgen en terecht. Dus dat kunnen we accommoderen. De haven is zo groot dat mocht daar ineens noodzaak zijn tot opschalen, dan kan het ongeveer. Maar dat speelt nog niet? Speelt niet. Heeft in het verleden gespeeld? Niet bij mijn weten. Afghanistan? Nee, niet bij mijn weten. Nee. Dat speelde niet. Nee. We hebben natuurlijk wel gezien bij de Oekraïense haven Odessa, die blijft redelijk buitenschot. Maar de andere havens die hebben echt grote problemen. Daar liggen Russische oorlogsschepen voor de kust. Ja, zijn dat ook dingen waar je over na moet denken? Ja, en dat doen we ook. Maar ook onze militaire top denkt daarover na. Ik ben daar zelf met een vorm van regelmaat, moet je niet denken wekelijks, maar 1-2 keer per jaar betrokken, dat we met de militaire top overleggen van wat zijn nou de scenario's waarmee een haven
kan blokkeren. Nou, dan ja, heel zeg maar banaal gezegd zou het kunnen zijn als de vijand een paar mijnen voor de inmonding van de waterweg legt. Want Nederland heeft geen mijnenjagers meer. Nou ja, hoe gaan we dan vinden waar die mijnen liggen? Dus ook dat soort scenario's bespreken wij met de militaire top. Want de regering, de overheid, inclusief die militaire top, is zich zeer wel bewust van die vitale rol van het Rotterdamse havencomplex. Ja, en dan kom je eigenlijk ook bij een ander probleem wat Rob de Wijk ook adresseerde en wat natuurlijk meer experts hebben. We hebben dat zo uitgekleed met z'n allen, het hele defensieverhaal. Je zegt nu, die mijnenjagers, die hebben we niet meer. We hebben alles zo uitgekleed dat we eigenlijk dus die vuist ook helemaal niet kunnen maken tegen Rusland. Zeker niet alleen, dat mogen duidelijk zijn. En die Oekraïne-crisis heeft natuurlijk ook gezien dat het debat rondom het percentage wat naar defensie moet gaan een heel ander debat is dan een paar jaar geleden. We hebben de ongelooflijke omslag gezien in Duitsland, waarvan de ene op de andere dag het hele Duitse volk en wij als buurlanden hebben gezegd, goed Duitsland. Dit had je natuurlijk 10 jaar geleden niet kunnen bedenken. Dus die crisis heeft ook dit soort dingen weer helemaal op zijn kop gezet. En dat is dan mooi richting de toekomst, maar dan heb je het ook alweer over 10 jaar voordat je dat een beetje op orde hebt, denk ik. Maar goed.